Hey, goeie. Ik dacht even dat er iemand liep. Deze tijd loopt het toch niet meer. Nee, het is... Het is. Kwart over zes of zo. Op dinsdag. Over... Ik moet nog even wakker worden hoor, maar over 3 dagen... Nee, over 2 dagen ga ik naar Kaatsheuvel. En over de 3 dagen. Over 3 dagen ga ik naar de Efteling. Ja. Dus daar heb ik wel zin in. Dat is dan weer het einde van het einde of zo. Het begin van het normale. Ja, het is natuurlijk ook wat je er zelf van maakt. Ja, het is tijd voor koffie. Marcos? Koffie! Kom maar. Nee, geen hondenvriendjes op deze vroege ochtend. Helaas. Nee, eens even kijken. Dus het is nog... Ik heb mijn jongens van maandag tot met woensdag. Dus ik heb nog 5 dagen. Heb ik de jongens. Dacht ik dat de ene wel op school is en de andere niet. Want ik heb het geluk dat als de ene naar school mag, dan mag de ander niet. En als de andere naar school mag, dan mag de ene niet. Dus dat is nog 5 dagen... anders. Daarna wordt het weer normaal en dan is het alweer bijna zomervakantie. Is wel. Heb ik nog wat op de planning voor vandaag? Of morgen wel? Die vinger heb ik. Klopt zijn zwerende vinger. Klopt zijn bus. Nee, klopt zijn... Maar even kijken, vandaag heb ik helemaal niet. Verdenken, Simon heeft voetbal. Samuel is ook voetbal. Samuel kan nog niet voetbal. Ik aan het herstellen. Hey, Tommy! Dus ik moet even verzinnen wat ik vandaag kan doen om lekker actief bezig te zijn. Want dat is wel lekker, toch? Lekker sporten of lekker bewegen. Misschien ga ik iets met Simon, een lekker stuk fietsen of zo. Maar Simon, die moet eerst moet je school doen. Maar ik heb wel het idee, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ze zijn minder lang bezig met school dan toen ze de volle dagen school thuis hadden. Toen waren ze echt wel 3 uur bezig, nu is het 2 uur omhoog. Hey, en morgen mag even mijn vriendinnetje haar eerste werkdag of een soort proef meeloopdag. Dus dat is wel heel leuk voor haar. Dat vind ik. Hey, en weet je wat ik heel leuk voor mezelf vind? Dat ik lekker koffie ga maken. Dus. Zijn er dingen waarvan je zegt van, hé, maar als je een Efteling bent, moet je dit even checken? Of hoe zit dat dan? Dus dat ga ik gewoon voor je uitzoeken, toch? Stuur via hoe dan ook. Even als je iets wil weten, dan ga ik het checken. Toch? Dus ik... En, nou, dat was het weer. Fijne dinsdag. Doei!